De bushouders van het Nationaal Vervoersbedrijf, NVB, zijn vandaag uitbetaald. Het ministerie van Financiën heeft het geld in de ochtend overgemaakt. De groep voerde dinsdag nog actie omdat zij 3 maanden niet uitbetaald is. De actie bestond uit het barricaderen van de weg voor de Nationale Assemblée en het bieden en het aanbieden van een petitie aan de voorzitter. De voorzitter van de organisatie van bus- en boothouders, OBS, de heer Kenneth Theme, bevestigt tegenover Star News de overmaking van het geld. Hij vindt het jammer dat er eerst actie gevoerd moet worden voordat zaken rondkomen. Theme hoopt dat de bushouders in elk geval tot en met oktober zijn uitbetaald.